Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe One Minute One Day. Een One Minute Monday. In deze One Minute Monday ga ik jullie uitleggen wat je leven kan redden. Oké, dat is misschien heel overdreven. Maar wat je leven een beetje kan redden als je op school zit of als je werkt. Of als je op school zit of als je werkt. In ieder geval één van die twee dingen. Ik ga jullie namelijk laten zien hoe jij ervoor kan zorgen dat wanneer jij bijvoorbeeld een scriptje aan het maken bent. Of een werkstuk aan het maken bent. Of iets aan het maken bent in Word. Wat ziek belangrijk is dat dat niet kwijtraakt. Want geloof me, ik ben al heel vaak op dat punt gekomen. Dat ik er net zo uitzie als Kim Kardashian. Dat ik aan het janken ben. Zo, zie ik er dan uit. Maar laten we 1 minuut op de klok gaan zetten. En dan gaan we beginnen. Je opent een nieuw document. Hoeft trouwens niet per se, maar dat is wel zo makkelijk. Je bent normaal toch bezig in een document als je op Word zit. We gaan naar Preferences toe. En bij Preferences heb je allemaal verschillende opties. Dus je hebt General View, Ribbon Tool, blablabla. En natuurlijk, wat je leven kan redden, is Saven. En dit weten heel veel mensen niet. En ik heb al redelijk wat mensen erop moeten wijzen. Als je naar Save toe gaat, dan staat er heel mooi onderaan Save every hoeveel minutes. Nou, ik heb die staan op 1 minuut. Je kunt het natuurlijk op veel langer zetten en veel korter zetten. Volgens mij kun je zelfs op een halve minuut zetten, weet ik niet zeker. Gaan we even testen? Nee, dus je kunt hem maar maximaal op 1 minuut zetten. Of minimaal op 1 minuut eigenlijk, zo kun je het best noemen. Maar dit gaat echt je leven redden, want dan gaat hem automatisch gaat hem saven om de minuut. Dus wanneer jij dus bezig bent en je vergeet te saven en op een gegeven moment zegt je laptop, dagpik, je laptop is op of dagpik, ik crash eventjes. Dan heb je hem alsnog gesaved. Dat scheelt heel erg veel. Dat kan ik je bij deze vertellen. Ik hoop dat jullie ook heel veel aan hebben gehad in deze One Minute Monday. Ik in ieder geval wel. Ik heb hier zelf echt super veel aan gehad de laatste tijd. Terwijl ik aan het werken was of voor schooldingen aan het doen ben. Op dit moment ben ik een samenvatting aan het schrijven voor school. Ik heb dus veranderd die autosave in Word. En dat scheelt me zoveel. Want hij is al 1 keer gecrashed. En het had er gelukkig alles nog. Wil je niet eindigen als Kim Kardashian die aan het janken is, doe dit dan ook. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende One Minute Monday. Of bij een andere vlog. Want ik ga dit weekend toevallig ook eventjes filmen. Wanneer die online komt, dan zie je vanzelf. Later.